Hallo, ik ben Inge van Merkel en ik sta hier niet nu even alleen, maar ik sta hier met drie mensen. Onder andere Maarten en wij hier van tekstbureau Griffelstraat, maar hij kon vandaag niet aanwezig zijn. Ik wil het even heel kort hebben over een nieuw product wat we vandaag lanceren. Dus dit is echt de aftrap van het product en dat heet Modern Profileren. Eerst even kort hoe is het ontstaan. Ik ben zelf loopbaanadviseur en ik had het idee vorig jaar van mensen die profileren zich, je hebt je cv, daar moet een foto bij, dat wordt steeds uitgebreider, maar eigenlijk is dat niet genoeg meer. En je merkt het met de social media, daar komt van alles bij en zo ontstond eigenlijk het idee, je moet veel meer met beeldmateriaal gaan werken. Nou, er was een borrelnood en ik kwam met René of met Reinier in gesprek en we hebben het over gehad van laten wij eens kijken of wij een video kunnen maken. Een video voor mensen die hun cv op die manier willen presenteren. Maar ook bijvoorbeeld mensen die hun bedrijf onder de aandacht willen brengen. Dus jullie hebben allemaal bedrijven en je wilt natuurlijk zichtbaar worden. Nou, we zijn het gaan uitwerken en we hebben Maarten erbij gevraagd, want we zeiden, wat is eigenlijk ons uitgangspunt? Het moet kwalitatief goed zijn. Er zijn veel filmpjes, iedereen kan tegenwoordig wel een video maken, maar het gaat erom dat het kwalitatief goed is. En daarom hebben wij het opgedeeld in drie stappen. Als iemand voor zijn cv of voor zijn onderneming een video wil hebben, dan komt hij eerst bij mij. Ik ben loopbaanadviseur, ik ben in loopbaanperspectief en ik ga eerst met iemand in gesprek. Waar gaat het eigenlijk om? Wat is de kern van jouw verhaal? Daar komt wat uit. Dat is altijd lastig om dat voor jezelf op papier te zetten. Dus dat is ook, ik bedoel dat ik dat eruit zeg. Het gaat echt over de kern van wat wil jij aan mensen overbrengen. Mijn verhaal gaat naar René, naar Reinier van tekstbureau Griffelstraat. Het is namelijk het meest lastige om een goede tekst over jezelf te schrijven. Daar ga je in rommelen, daar komen emoties bij en eigenlijk gaat dat ten koste van je boodschap. Dus Reinier vertaalt dat tot een hele scherpe tekst die ook past om daar een video van te maken. Want je snapt wel, 2 minuten wil je nog best wel naar me luisteren, maar als het 10 minuten duurt, dan wordt het toch een beetje lang. Dus die maakt daar een hele scherpe tekst van. Op het moment dat die klaar is, komt Maarten van Video Achter de Schermen erbij. En die gaat oefenen eerst met de betreffende kandidaat, dus of degene met het cv of met de ondernemer. Oefen met de autocue, want je hoeft niet een tekst uit je hoofd te leren. Je gaat het gewoon op een natuurlijke manier voorlezen, waardoor je dat dus eigenlijk niet ziet. En dan wordt er gefilmd. En dat wordt gefilmd in een soort green studio. Ik weet niet te veel technisch, maar dat weet ik dan wel. Want wat is er nou het leuke ervan? Je kunt op dat moment elke achtergrond achter jouw video neerzetten. Dus als je zegt van nou, het gaat om dat ik wil voor een bedrijf staan, dan kan je op de achterkant iets van een bedrijf doen. We hebben ook een aantal proefcliënten gehad. Iemand die ging solliciteren, die heeft dus een video-cv gekregen. Dat was onze eerste cliënt om daar eens mee te oefenen. Die had bijvoorbeeld als achtergrond een glazen gebouw. We hebben ook een ondernemer gefilmd en die wilde haar ondernemer profileren. En zij doet iets met coachen aan de hand van paarden en daar zag je dus paarden op de achtergrond. Nou, waar gaat het over? Het gaat erom dat je kwaliteit gaat leveren. Dat is eigenlijk de toegevoegde waarde van ons product, dat het echt kwalitatief goed is en dat het ook betaalbaar is. Hij vraagt altijd aan om prijzen, dus ga ik nu vast noemen. Normaal kost ons product €350, exclusief BTW. We hebben alleen vandaag een speciale pitchaanbieding en die is €250 exclusief BTW. Die geldt alleen als je hier of vanavond op de promenade je visitekaartje aan een van ons drieën afgeeft.